waarom zijn jullie hier? Omdat wij een concert hebben gegeven voor mensen. En we hebben liedjes gezongen en liedjes bespeeld. En dat doen we ook voor andere mensen, want het is leuk. En onze docenten leren dat ook heel goed. We zijn hier bij de muziekroute. Kunt u mij daar iets over vertellen? Ja, de muziekroute is in Overvecht actief op alle 11 basisscholen. En de 1450 kinderen die in Overvecht naar school gaan, krijgen iedere week muziekles van vakdocenten. En 3 keer per jaar mogen ze een optreden geven. En nu hebben ze vandaag een optreden gegeven in de Stephanus. Je bent docenten van de muziekroute. Wil je me daar wat over vertellen? Ja, zeker. Ik geef klarinetles bij de muziekroute. En dat doen we in groep 5 en op sommige scholen ook in groep 6. En dan gaan we met 4 instrumentale docenten gaan we dan naar een school toe. En dan wordt groep 5 dan in 4 groepjes verdeeld. En 1 groepje krijgt klarinetles, het andere groepje krijgt slagwerkles, vioolles en celloles. En dan gaan we die kinderen dus ook echt een instrument leren spelen. Hoe heb jij de kinderen gestimuleerd om klarinetles te nemen bij jou? Wat er gebeurt als wij met zo'n docententeam met verschillende instrumenten op de scholen komen, dan laten we eerst zien wat onze instrumenten kunnen. En vaak dan zijn de kinderen dan al heel erg gemotiveerd van wauw, vind ik mooi, wil ik ook leren. Dan mogen de kinderen ook echt alle 4 de instrumenten zelf uitproberen. Dus ze mogen eigenlijk in feite zelf kiezen wat ze dan het mooiste en het leukste vinden. Het alleen voor de scholen in Overvecht? Ja, dat klopt. We zijn op alle 11 scholen in Overvecht actief en op geen enkele andere plek in Utrecht of in het land. Omdat we eigenlijk vinden dat de kinderen in Overvecht wel wat extra kunnen gebruiken. En het voor hun misschien niet zo makkelijk is om het op het Domplein bij het Utrecht Centrum voor de Kunst en Muziekles te krijgen. Daarom komen wij naar de wijk, omdat we ook deze kinderen gunnen dat ze samen muziek mogen maken. We hebben heel veel geoefend voor dit concert en dan spelen we het er duur af. Ja, het was heel erg leuk binnen. We moesten allemaal iets doen. Het ging ook een beetje om zijn beurt. En we hadden een soort kaarten en daar stonden dingen op wat we moesten doen. Als boom, tik en andere dingen. Gaat u ook vaker optreden met scholen uit Overvecht? Ja, op 30 en 31 mei staan wij in de grote zaal van Tivoli Vredenburg. Hebben we 2 dagen lang concerten. En dan zijn er zo'n 400, 500 kinderen die tegelijkertijd een concert geven. Dus dat gaat een enorme happening worden. We zijn daarvoor nog wel bezig met een crowdfundingcampagne. Want we hebben nog niet al het geld bij elkaar. Dus als er mensen zijn die denken dit is een heel sympathiek project. Hier zou ik wel een klein steentje aan willen bijdragen. Dan kunt u naar www.voordekunst.nl. En dan kunt u ons gelukkig maken. Want vanaf 10 euro kunt u al een kind in Overvecht zorgen. Dat die in Tivoli Vredenburg kan optreden.